Het Medisch Opvoedkundig Bureau MOB heeft afgelopen zaterdag een 1 kilometer wandelloop voor mensen met een beperking georganiseerd. André Mizikaba, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, haalde aan dat met deze wandelloop de awareness op gang moet komen. Dat er mensen binnen onze samenleving zijn die extra aandacht nodig hebben. De bewindsman wil namelijk dat ook de mensen met een beperking gezien worden als deel van de samenleving. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is de mens met een beperking een van onze doelgroepen. En we weten dat er een heleboel uitdagingen zijn. En samen met het veld kijken we elke dag hoe de zaken voor die groepen verbeterd kunnen worden. De mensen zijn deel en onderdeel van ons. Maken deel uit van het gezin, maken deel uit van een familie. En het is heel erg belangrijk dat we dat als zodanig benadrukken. En ik hoop dat we eens in Suriname mogen meemaken waarbij we inderdaad kunnen stellen dat de totale samenleving inclusiviteit heeft, ook wat betreft de mens met een beperking. Dat we weten dat ze deel en onderdeel zijn van ons, dat we normaal met ze omgaan en de faciliteiten creëren dat ze inderdaad normaal door het leven kunnen gaan, zoveel als mogelijk. Celsius Feira, hoofd MOB, zegt dat er met deze wandelloop geschiedenis is geschreven. De mensen met een beperking hebben bewezen dat ze er zijn en dat ze deel uitmaken van de samenleving, zegt Feira. Ik wil niet het BOG of volle gezondheid feliciteren, maar ik wil jullie feliciteren. Zonder jullie is er geen loop. En jullie hebben daadwerkelijk aangetoond dat het een behoefte is. En we zullen het ook meenemen bij onze evaluatie om te kijken hoe frequent we dit kunnen uitvoeren. We hebben de directeur van volle gezondheid hier, we hebben de assembleeleden hier. En ze hebben allemaal al toegezegd van hey, dit is een goed initiatief, waar nodig zullen we dit ondersteunen. Celsius Vieira, hoofd MOB. Hij sprak afgelopen zaterdag na de 1 kilometer wandelloop die door het MOB is georganiseerd voor mensen met een beperking. Te oordelen naar de opkomst kijkt de organisatie terug op een geslaagde loop.